Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Wonen en Leven. Ik ben vandaag in Terneuzen en ga eens kijken bij Toonbeeld. Ik heb afgesproken met Joost Tannenveld. Hij kan me alles over vertellen wat ze hier allemaal doen. Nou Jo, volgens mij kan je hier ontzettend veel leuke dingen doen. Kan je me daar wat over vertellen? Je kunt hier geweldig mooie dingen doen bij Toonbeeld en Terneuzen. Het is ongekend wat je allemaal hier kunt doen. Toonbeeld is het instituut in Terneuzen voor de muzikale vorming en voor de beeldende vorming. En dan hebben we ook nog een stukje toneel. Ja. Op jaarbasis, als je bedenkt wat er allemaal gebeurt, 80 verschillende cursussen. Ongekend groot aantal cursussen, maar ook met een hele grote diversiteit. Ja. Voor jong en oud, voor mannen, voor vrouwen. Voor iedere keuze, zeg maar, is er iets te vinden. En dat benutten we dan ook ten volle. Want we bereiken ontzettend veel mensen hier in Toonbeeld bij dit instituut. Voor al die verschillende activiteiten die we organiseren. We doen trouwens ook heel veel op opdracht. Ja. Dat is ook iets wat zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Wat we bijvoorbeeld in opdracht van het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. Maar ook van andere maatschappelijke organisaties. Allerlei projecten ontwikkelen en uitvoeren. En soms zelfs ook voor organisaties ver buiten de provincie Zeeland. Een voorbeeld wat ik daarbij kan noemen is bijvoorbeeld dat we speciaal voor een opleidingsinstituut dat zich bezighoudt met autistische kinderen, ja, dat we daar hele speciale lessen hier in dit gebouw organiseren. Maar goed, dat is uitzonderlijk. Wat we vooral doen, ja, is muzikaal onderwijs en beeldend onderwijs en theater en toneel voor de Terneuzense bevolking. En kan je misschien wat voorbeelden noemen? Wat kan ik hier allemaal doen? Nou, dat ligt eraan waar jouw interesse ligt, ja, natuurlijk. Als je graag een instrument wil bespelen, dan kan dat. Vanaf een hele jonge leeftijd kunnen kinderen hier algemene muzikale vorming ondergaan. Ja. Dat leidt dan vervolgens tot een doorgroei. En dan kun je bijvoorbeeld een instrument kiezen. En ja, de meest uiteenlopende instrumenten die kun je hier uitkiezen en die kun je leren bespelen. En denk bijvoorbeeld aan fagot, denk bijvoorbeeld aan piano, denk zelfs aan klavercimbel, dat doen we ook. Maar natuurlijk de meer traditionele instrumenten zoals gitaar en slagwerk, dat is wel de hoofdmoot. Ja. En wat we de laatste jaren met name zien, een enorme groei in het aantal klassieke instrumenten. Viool en piano bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk op dit moment de grote trekkers van het instituut. Nou, daarnaast heb je natuurlijk de beeldende vorm. Daar kun je ook van, ja, allerlei cursussen kun je volgen. Tekenen, schilderen, beeldhouden. Dat soort van klassieke beeldende activiteiten. Maar ook hele moderne. Van iPad-cursussen tot en met de digitale fotografie. En alles wat daarmee van doen heeft. Wat we trouwens ook doen, dat is dat we voor muziekgezelschappen het nodige betekenen. Bijvoorbeeld de muziekverenigingen en de fanfares in Terneuzen, die maken gebruik ook van het instituut. En laten bijvoorbeeld leerlingen hier op muziekles gaan, zodat ze naderhand ook bij de muziekvereniging eigenlijk veel beter kunnen spelen dan voor die tijd. Dus het is eigenlijk heel divers wat we hier presteren en wat we doen. En dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, we hebben een hele grote klantengroep. Meer dan 1000 jaarcursisten maken, ja, gebruik van Toonbeeld. En het bruist en het leeft. We staan hier in de kunstuitleen. Ja. Een van de mooie plekken van Toonbeeld waar je kunst kunt huren, kunst kunt kopen tegen een heel geringe prijs. Heeft het kunnen zien, Toonbeeld is het instituut voor kunst- en cultuureducatie in Terneuzen en omgeving. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.